De derde editie van de Delta Tour begint net als de voorgaande met een korte individuele tijdrit in de Zeeuws-Vlaamse Reinaardstad. De 124 renners starten om de minuut vanaf het podium in de kleine Bagijnstraat. Dan rijden ze via de Grauwse Poort door de Zoutestraat het centrum uit en draaien dan de Koolstraat op. Dan rijden ze rondom het centrum langs de Buitenvest. Uiteindelijk weer richting de finish op de Grote Markt. Een snel parcours met maar twee echte bochten van 2,7 kilometer lang. We kijken naar Rick Flens van Rabobank. De ploeg is voor het eerst met het Pro Tour team naar Zeeland gekomen. Flens werd 2 jaar geleden al eens derde in de proloog en zorgt nu voor de eerste snelle tijd van de dag. 3 minuten, 8 seconden en 94 honderdste. Zijn ploeggenoot Joost Postuma is ook een specialist in de tijdrit en zou dus in de buurt moeten kunnen komen. Dat doet hij wel, maar de tijd is een kleine seconde langzamer. Postuma voorlopig tweede. En ondertussen zijn de favorieten zich dan aan het warm rijden bij de bussen. Bij Rabobank Lars Boom, voormalig wereldkampioen veldrijden, maar ook tijdrijden bij de belofte. En eerder dit jaar winnaar van de proloog in Parijs-Nice. Maar de man waar de meeste ogen op zijn gericht is deze Tyler Farrar. Hij was nog niet erg bekend toen hij vorig jaar de proloog en uiteindelijk het eindklassement in de Delta Tour Zeeland won. Inmiddels is de 25-jarige Farrar ritwinnaar in onder meer Giro en Vuelta. Geen Zeeuwen dus aan de start. Hogerland is vermoeid en Dekkers is niet fit. Wel aan de start deze Robert Wagner. Won afgelopen 2 edities van de Delta Tour een etappe in de sprint. Rijdt een behoorlijke proloog, zal uiteindelijk 8e worden. Dan zien we hier Jos van Emden. Hij rijdt 2 seconden sneller dan Flens en neemt de leiding. Maar de favorieten moeten dan nog komen. Deze Belg, Dominique Cornu bijvoorbeeld, won onlangs een lange tijdrit in de Ronde van België. Maar hij gaat niet aan de tijd van Van Emden komen. De skillrenner wordt uiteindelijk 15e. Veel meer renners komen niet aan de tijd van Van Emden en dan moet deze Lars Boomen doen. Wil straks vlammen in de Tourproloog in Rotterdam, bereidt zich hier in Zeeland voor. Is gebrand op een goede tijd, maar ook Boom komt niet aan de tijd van zijn ploegmaat. Komt 5 seconden tekort en wordt uiteindelijk 7e. De laatste maal aan de start is dan Tyler Farrar. Gaat hij winnen of verrast Rabo-renner Jos van Emden? Hier komt Farrar en hij lijkt met een afgebroken stuur te hebben gereden. Hij is langzamer dan Van Emden, die dus de proloog in de Delta Tour wint. Zijn eerste zege bij de profs. Dan is dit de uitslag van de proloog en dus het algemeen klassement. Jos van Emden wint dus in 3.06.72. Een gemiddelde snelheid van ruim 52 km per uur. Zijn ploeggenoten Flens en Postuma worden op 2 en 3 seconden tweede en derde. Farrar wordt toch nog 4e. En dan Tuft, Stamsnijder, Boom, de sprinters Wagner en Brown. En Bobridge is de nummer 10. U ziet het, de verschillen zijn klein. En het was een Rabobankfeestje in Hulst met maar liefst 6 renners van de bankiersploeg in de top 10.